Gerard Herman, ik ben een kunstenaar. Ik maak bijna dagelijks tekeningen, maar de meeste daarvan toon ik niet als zelfstandig werk, maar ik teken eigenlijk meer als een oefening en een soort dagelijkse scherpstelling van mijn kunde. Ik vind het ook een heel fijne manier om over iets anders na te denken dan wat ik aan het tekenen ben. Ik gebruik het eigenlijk als een soort relax oefening. Soms gebruik ik tekeningen om daar nieuw werk mee te maken, beeldend werk, ideeën die ontstaan gewoon uit losse tekeningen. Soms laat ik tekeningen voor wat ze zijn en soms gebruik ik ze zelfs om aan de muur te hangen of te tonen ergens. Ik werk voornamelijk in zwart-wit. Dat heeft meer een praktische kant omdat ik heel veel bezig ben met publiceren van werk. Het is veel goedkoper om iets in zwart-wit te produceren dan in kleur. Dus daarmee dat ik al vrij vroeg ben begonnen om kleur uit mijn tekeningen te laten, zodat het eigenlijk in reproductie veel dichter bij het origineel is en nog altijd betaalbaar om te reproduceren. Ik heb vroeger al op verschillende losse materialen getekend, maar het probleem is dat ik die snel kwijtgeraakt, die dingen. Dus ik probeer dat nu zo wat te doen in schriftvorm. Ik vind het heel relatief, stijl. Ik heb eigenlijk niet echt een stijl. Ik kan heel veel citeren uit verschillende stijlen. Maar ik zou nooit mezelf tot één stijl of zo, tot één tekenstijl willen beperken. Ik vind eigenlijk tekenen is zodanig vrij dat je alle richtingen mee uit kunt gaan. Dat kan gekrabbeld zijn of dat kan een heel gedetailleerde arcering zijn of zo. Ik weet niet. Waarschijnlijk zijn mijn tekeningen wel herkenbaar, gewoon omdat ik een soort automatisme heb in mijn tekenen. Maar dat is eerder een soort zwakte eigenlijk. Ik vind het eigenlijk chiquer als je mensen kunt vinden die heel ongedwongen kunnen tekenen, waarbij dat eigenlijk een stijl of een bepaald ding waar ze zich aan vast moeten houden totaal irrelevant is en niet gewoon tekenen. Omdat dat leuk is, omdat dat een goede manier is om je uit te drukken. En zoiets zou ik eigenlijk meer willen voor ogen hebben dan een bepaalde stijl om vast te doen. Thank you.